Het zondagochtend, gisteren was de actie. Hoe voel je je vandaag? Goed, ik heb voor het eerst goed geslapen op het hele kamp. En ik ben heel lang blijven liggen. Dus dat was voor het eerst dat we uit konden slapen. Ik vind het goed. Ik ben blij met gisteren. Ja, waarom ben je blij? Omdat we makkelijk binnenkwamen. Het super mooi was daarbinnen. Het echt een fijne ervaring is om te zien wat we met z'n allen kunnen. Ja. Daarom. Oké. Hoi. En was het nog spannend gisteren? Of? Aan het begin was het natuurlijk sowieso spannend. Toen we eenmaal binnen waren en er 6 uur lang binnen zitten en rondlopen. De eerste paar uur zijn natuurlijk heel erg spannend en daarna is het toch een beetje zo van, oh ja, hoe lang zitten we hier nog? Ik heb het wel gezien met die kolen. Ja. Wat was je vraag eigenlijk? Ja, of het nog spannend was dus. Maar je was nu aan het vertellen hoe het, hoe het niet spannend was later. Ja. Oké, maar je bent de tijd wel doorgekomen. Ja. Ja. Nee, het is natuurlijk ook wel gezellig. Als je 300 mensen hebt, dan heb je altijd wel iets te doen. Ja. Om mee te praten. Oké, en na de actie zijn jullie teruggelopen naar het kamp. En heb je gisteravond nog meegefeest? Hoe ging dat? Goede muziek. Er was ook slechte muziek af en toe. Jack. Dat vind ik op zich nog wel leuk. Toen lag ik al in mijn tent. Oh, oké. Ik dacht wel van, best wel jammer dat nu er een soort van groot feest is. Ik eigenlijk te moe ben om ook nog maar iets te doen. Ja, oké. Okay. Ja. Het is natuurlijk heel erg fijn als je de hele dag samen bent geweest en zo'n actie hebt gehad, dat je dan ook na afloop samen lekker kunt dansen en weer bij elkaar bent. Een soort van ontlading. Ja. Oké, dus volgende keer doe je weer mee? Ja.